Dag lief mensenkind. Mijn naam is de oude Cheng en ik ben een vriend van de Boeddha. Ik heb deze video speciaal gemaakt voor Myrthe, een meisje van 8 dat graag wilde leren mediteren. Maar toen de video klaar was, toen dacht ik dat jij en je vriendjes en vriendinnetjes hem misschien ook wel leuk zouden vinden en daarom heb ik hem op YouTube gezet. Ga er maar lekker naar luisteren voordat je gaat slapen. Ik ga je zo eerst een mooi verhaal vertellen en dat duurt ongeveer 20 minuten. En als ik daarmee klaar ben, dan gaan we voordat je gaat slapen samen lekker een korte lichtmeditatie doen van ongeveer 5 minuten. Ga maar alvast lekker in je bed liggen. Maar je hoeft je ogen nog niet dicht te doen. Ik zeg je wel wanneer we de lichtmeditatie gaan beginnen en hoe dat gaat. Het verhaal dat ik je ga vertellen gaat over het geheim dat de Boeddha heeft ontdekt. Heel lang geleden is de Boeddha in een heel ver land geboren als een prins. Hij heette prins Siddhartha. En alle mensen keken tegen hem op en maakten een eerbiedige buiging als ze hem zagen. Zijn vader was een stinkend rijke koning en de prins kon alles van zijn vader krijgen wat hij maar wilde. En nu denk jij misschien, was mijn vader maar een rijke koning? Maar de prins had wel prachtige kleren en heel mooi speelgoed van goud en edelstenen, maar hij was niet gelukkig. Zijn vader had het te druk met regeren en zijn moeder was heel streng en had ook nooit tijd voor hem. Hij was vaak verdrietig en heel eenzaam. En hij wilde eigenlijk niets liever dan gewoon gelukkig zijn. Daar wilde hij wel al zijn dure speelgoed en zijn prachtige kleren voor inruilen. Hij was nog nooit buiten het paleis geweest en was heel nieuwsgierig naar de wereld buiten de dikke muren. Hij wilde vrienden maken in het dorp en heerlijk wandelen in de natuur. En op een nacht, toen hij zich weer alleen en verdrietig voelde, stapte hij uit zijn bed, deed de vieze kleren van de tuinman aan, pakte een stuk brood uit de keuken en verliet het paleis. Toen hij een tijdje langs de straten van het dorp had gelopen, merkte hij dat niemand naar hem omkeek. En hij besefte ineens dat hij nu niet meer belangrijk was in deze oude kleren en dat de mensen nu geen buiging meer voor hem maakten. En dat maakte hem weer verdrietig. Toen hij urenlang piekerend langs de velden had gelopen, werd hij moe. Het was inmiddels avond geworden. En hij ging zitten onder een grote boom. Hij was nu wel gevlucht uit het paleis, maar hij voelde zich nog steeds niet blij. Hij dacht, wie ben ik nu eigenlijk? Ik ben geen echte zwerver, maar ik ben ook geen prins meer. En hoe kan ik nou gewoon een gelukkig mens worden? En met al deze vragen in zijn hoofd viel hij in een diepe slaap. En tijdens zijn slaap kreeg hij een droom. Er verscheen een prachtige engel met een heel vriendelijk gezicht, met veel licht eromheen. En de engel zei met een zachte stem tegen hem, lieve Siddhartha,
Jij wilt weten wie je nu eigenlijk echt bent, hè? En ook wil je weten waar echt geluk te vinden is. Ik ga jou daar een geheim over vertellen. Luister maar goed. Allereerst moet je weten, lieve prins, dat elk mens eigenlijk twee mensen in één is. Er is namelijk een buiten jij en een binnen jij. Jouw buiten jij, dat is jouw lichaam. En die jij kan iedereen zien. Dat is de jij die loopt en denkt en met mensen praat. De jij die in de gewone buitenwereld woont met huizen en scholen en winkels. En in die buitenwereld voelt die buiten jij zich soms blij en soms ook verdrietig of eenzaam. Ken jij die jij? Vroeg de engel aan de prins. Ja, zei Siddhartha, dat ben ik. Zo ken ik mezelf heel goed. En hij keek naar zijn lichaam, die ook in de droom de kleren van de tuinman aanhad. Maar lieve prins, die buiten jij is dus maar een deel van wie jij echt bent. Ik zei je al dat er ook nog een binnen jij is. En die jij, die ken je niet. En wij engelen noemen die binnen jij van de mensen hun ziel. Niemand kan die binnen jij van mensen zien, ook jij niet. Maar jij kunt jouw eigen binnen jij, jouw ziel dus, wel voelen en ermee praten. En deze binnen jij woont in jouw diepste binnenwereld. Een wereld waar het heel mooi en heel rustig is. En waar jouw ziel zich altijd heel gelukkig voelt. En je moet weten dat jouw ziel ook heel mooi is, heel lief en heel wijs. En jouw ziel wil niets liever dan dat jouw buiten jij net zo gelukkig is. En hij wil jouw buiten jij net zo mooi en net zo lief en wijs maken als hij zelf is. Eigenlijk is jouw ziel je allerbeste vriendje, die heel, heel dicht bij je woont. Want hij woont namelijk in jouw hart. En dat vriendje zal nooit boos op jou worden, je nooit in de steek laten en zal je altijd helpen om weer blij te worden. Dus als jouw gewone buiten jij zich een beetje verdrietig voelt, of bang, of alleen, of als je een keer niet weet hoe je uit een probleem moet komen, sluit dan je ogen en ga naar je diepste binnenwereld. Want daar kom je je ziel tegen. Want die woont in je hart en die wacht daar altijd op jou. En als jullie dan in je diepste binnenwereld weer samen zijn, vraag dan gewoon aan jouw ziel of hij je wil helpen om weer rustig en gelukkig te worden. Of wil helpen om jouw probleem op te lossen. En toen de engel dat had gezegd, schrok de prins wakker. Het was midden in de nacht. En hij dacht, wauw, ik zou wel bij mijn ziel, die in mijn hart woont, op bezoek willen gaan. Want misschien kan hij me helpen om weer blij en rustig te worden. Maar hoe doe je dat? Dacht hij. De engel die nog in de buurt was,
voelde wat prins Siddhartha dacht en fluisterde in zijn oor. Als jij naar die heerlijke rustige plek in je diepste binnenwereld wil gaan, dus naar jouw hart, waar jouw ziel op je wacht, dan moet je gaan mediteren. Mediteren? Nou, daar had de prins nog nooit van gehoord. Maar wat is mediteren en hoe doe je dat? Vroeg de prins aan de engel. Ik zal je helpen, zei de engel. Luister maar naar mijn zachte stem. En in die nacht vertelde de engel het geheim van mediteren aan de prins. En in de weken en de maanden die toen volgden, heeft de prins heel veel gemediteerd. En zo werden zijn buiten-jij, dus zijn lichaam en zijn denken, en zijn binnen-jij, die goed kan voelen en in zijn hart woont, hele dikke vrienden. De prins leerde weer te luisteren naar de stem van zijn hart, die hem steeds zacht influisterde wat hij het beste kon doen, om weer tevreden en blij te worden. En door aan zijn ziel ook wijze raad te vragen over moeilijke dingen in zijn leven, werd de prins steeds wijzer. En er kwamen steeds meer leerlingen naar de wijze prins, die aan hem vroegen: wil je aan ons ook het geheim van mediteren vertellen? En zo werd de prins een Boeddha. Een Boeddha is een meester die leerlingen vertelt hoe ze kunnen leren te luisteren naar de stem van hun ziel door te mediteren. En al die leerlingen werden na lang mediteren zelf ook weer meester en kregen ook weer leerlingen. En zo ontstond er door de jaren heen een hele lange ketting van meesters en leerlingen, die ook weer meester werden en weer nieuwe leerlingen kregen, enzovoorts. En zo komt het dat al heel veel mensen hebben geleerd hoe ze door mediteren op bezoek kunnen gaan bij hun binnen-ik, die in hun hart woont, waar het heerlijk rustig en vredig is. En waaraan ze ook wijze raad kunnen vragen als ze soms moeilijke dingen in hun leven tegenkomen. En vele jaren geleden heb ook ik een meester ontmoet. En die heeft mij het geheim verteld hoe ik een reis kan maken naar mijn binnenwereld en in mijn hart de stem van mijn ziel kan horen, die mij altijd helpen wil en blij wil maken. En vanaf dat moment ben ik nooit meer alleen geweest. Ik werd ook steeds een blijer en wijzer mens. En als jij nu ook de reis naar jouw eigen diepste binnenwereld wilt maken, dus naar jouw eigen ziel die in jouw hart op je wacht, dan wil ik nu wel jouw meester zijn en jou het geheim vertellen van mediteren. Ik zei je al dat je op heel veel manieren mediteren kunt. Maar vandaag doen we een lichtmeditatie. Lig je al in je bed? Trek maar lekker het dekbed over je lichaam heen en leg je armen rustig langs je lichaam met je handpalmen naar boven. En als je ogen nog niet dicht zijn,
sluit ze dan langzaam. Ik ga nu wat langzamer praten. Dan kun je mijn stem goed volgen. Oké, laten we maar beginnen. Ga eerst met je aandacht naar je ademhaling. Voel je dat je ademhaalt? Leg nu je hand op je buik en breng je ademhaling omlaag naar je buik. En voel nu dat je buik elke keer als je inademt steeds een beetje dikker wordt, net als een ballon. En dat je buik weer bij elke uitademing leegloopt en wat zachter wordt. Blijf maar even voelen hoe je buik dat doet. Dus inademen en uitademen. En weer inademen en uitademen. Blijf maar rustig zo ademhalen en laat je hand op je buik liggen, die heel rustig op en neer beweegt. Nu ga ik je helpen om je lichaam heel rustig en heel tevreden te maken. Denk eerst eens aan je voeten en aan je benen. Voel je voeten en je benen helemaal zacht en rustig worden. Alle spieren daar worden helemaal ontspannen. Voel dan nu alle spieren van je billen en van je buik. En laat ook deze helemaal los. Je voelt zo dat het hele onderstuk van je lichaam nu heerlijk zacht en ontspannen is geworden. Laat nu ook alle spieren in je bovenlichaam los. Dus ontspan de spieren van je borst, je schouders en je nek. En laat ook je armen en je handen heel rustig en zwaar worden. Voel je nu dat je lichaam steeds rustiger is geworden? Geniet er maar van. Maak nu even de spieren van je gezicht helemaal strak. De spieren van je mond en de spieren van je voorhoofd. En laat ze dan weer helemaal los. Helemaal ontspannen. En doe dat nog een keer. Dus helemaal strak. En weer helemaal ontspannen en los. En nu de laatste keer. Maak je gezicht weer even helemaal strak. En laat dan alle spieren van je gezicht zacht worden. Nu is je hele lichaam helemaal zacht, tevreden en heerlijk ontspannen. Je voelt alleen het dekbed zachtjes op je rusten. Nu ga ik je helpen om ook je denken in je hoofd rustig te maken. Geef alle gedachten die nog in je hoofd zijn, maar mee met de wolken in de lucht. En laat zo al je gedachten zachtjes wegdrijven. Alle gedachten drijven nu weg. En je hoofd wordt nu helemaal leeg en rustig ontspannen. Er zijn nu geen gedachten meer in je hoofd. Je voelt je van binnen nu heerlijk, kalm en vredig. Je hoeft zelf
helemaal niets meer te doen en ook niets meer te denken. Het lijkt wel alsof je nu heel zacht en veilig gedragen wordt. En het is jouw ziel, dus jouw liefste vriendje of vriendinnetje die in jouw hart woont, die jou nu draagt en een beetje heen en weer wiegt. Voel het maar. Geniet ervan dat je hier zelf helemaal niets hoeft te doen. Je bent hier helemaal veilig, in jouw diepste binnenwereld. Jouw ziel zorgt nu voor jou. Je kunt waarschijnlijk het gezicht van jouw binnen-jij niet zien. Maar je voelt gewoon dat hij of zij heel vriendelijk en heel lief naar jou kijkt. Is er misschien iets wat jij jouw ziel zou willen vragen? Want jouw ziel weet alles. En wil jou met alles echt heel graag helpen. Je hoeft die vraag alleen maar te denken. En je ziel weet dan meteen wat je vraagt. En als je een vraag hebt gesteld, luister dan nu geduldig naar de hele zachte stem die je misschien in je hart kunt horen. Want je ziel praat tegen jou via je hart, niet via jouw gewone oren. Wacht geduldig af. Misschien komt het antwoord van de ziel meteen, maar misschien ook niet. En als je ziel nu even niets te zeggen heeft, dan is het ook goed. Voel gewoon de warmte en de vriendelijke liefde van jouw ziel, die jou hier in jouw diepste binnenwereld zo zacht draagt en misschien een mooi liedje voor jou zingt. Voel je nu dat jij eigenlijk 2-in-1 bent? Dus een buiten-jij die je al kende en een binnen-jij. Dus je ziel die je nu hebt leren kennen. Deze twee kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze horen bij elkaar. Deze twee bij elkaar, dat ben jij echt. Jij bent dus nooit meer alleen. Geniet nog even van deze heerlijke plek in jouw diepste binnenwereld. De plek in jouw hart waar alles heel rustig en heel lief aanvoelt. En weet dat jij altijd, als jij daar zin in hebt, bij je ziel op bezoek kunt gaan door te mediteren. Dus als jij je misschien eens een keer verdrietig of een beetje eenzaam voelt, of als je met iets geholpen wil worden wat moeilijk voor je is, zoek dan een rustige plek en ga gewoon mediteren. Zo ga je terug naar jouw diepste binnenwereld, waar jouw ziel woont, die daar op jou wacht. En die jou heel graag wil helpen en beschermen.
En als je nu in je bedje ligt om te gaan slapen, laat je dan nu lekker in slaap wiegen door jouw ziel, jouw lieve vriendje of vriendinnetje die in je hart woont. En luister naar het mooie liedje dat jouw ziel heel zacht voor jou neuriet. En dan zegt jouw ziel tegen jou: slaap maar lekker. En weet dat ik heel veel van je hou. En er altijd voor jou zal zijn. Je hele leven lang. Welterusten, lieve schat. Slaap maar zacht in de armen van jouw liefste vriendje of vriendinnetje, die in jouw hart altijd op jou wachten zal. Een lieve groet van de oude Cheng, jouw meester.